Tweede thuiswedstrijd voor PEC Zwolle sinds de terugkeer. Die eerste die ging verloren, ondanks een doelpunt van Lennarty. Tegen Sparta, tegen Twente. Ook verloren in de goalsvesten, 3-1. Nu moeten de eerste punten gepakt gaan worden. Maar wie had gedacht dat Utrecht hier in speelronde 3 op bezoek zou komen zonder 1 punt op zak te hebben. Sterker nog, zonder 1 doelpunt gescoord te hebben. 2-0 verlies tegen zowel PSV als Heerenveen. Er staat wat op het spel deze vroege zondagmiddag, 27 augustus. Lichaam gebruikt door Söntjens, bal gepakt door Bosdoğan. Dat is nog eens samenwerken. Labiat. Azarkan. En het schot van Bosdoğan. Gaat niet eens zo heel ver naast. Tibora, weer zo'n harde bal. Terug tussen de palen. Schendelaar, die is daar helemaal klaar mee. Toornstra verliest de bal. Druif. De diepte. De verre diepte. En hoe diep wordt het? Niet diep genoeg voor Reinders. Net iets te ver voor Lam. Onderhondje tussen Azarkan en Kleiber. En Liedberg, die wel tegen de bal aanloopt, half in een val. Raakt de bal ook als enige, want het wordt een doeltrap voor Schendelaar. Tibora. Achterlangs Reinders, goed gedaan. Tibora. Leek wat meer in het vat te zitten. Oh, maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Namli. Met de poging. Söntjens vindt dat hij een overtreding moet krijgen. De enige die dat had kunnen zien is de assistentscheidsrechter. Tie. En een knalletje van Buurmeester. Zat daar meer kracht achter, dan had Barkas hier ook veel meer problemen mee gehad. Met twee benen naar voren Azarkan, dat is niet heel handig hoor. Geel. In een uiterste poging om die bal weer te heroveren omdat hij hem leek kwijt te raken. Speelt die bal te ver voor zich uit. Ja, hij is met twee benen naar voren. Waarom zou je dat daar doen? Geel blijkt dus voldoende. Ook volgens de VAR. Die Druif. Tibora met heel veel ruimte voor zich. Al is Kleiber wel op weg. Over zich goed bewaard door Tibora. Het schot, maar net naast Van den Berg. Lam, bij balverlies, wil dat herstellen. Heeft nu Azarkan te pakken. En ook Geel heeft hij te pakken. Twee gele kaarten binnen een paar minuten gegeven door Gerrits. Bosdoğan. Kopstoot van Liedberg. Eigenlijk zijn eerste aanvallende moment. Oh.
stortregen nu. Seuntjens. Ja, dan is het even grabbelen natuurlijk met zo'n gladde bal. De eerste serieuze poging van Utrecht. Op doel komt van de voet van Mats Seuntjens. Laatste ontmoetingen eindigden in Zwolle gelijkspel. Ook twee seizoenen geleden, 1-1. Ter Avest en Redan maakten de goals. De twee keer daarvoor ook een gelijkspel. Nu dus ook, maar zonder doelpunten. El Karouani staat toch vaak genoeg vrij aan die linkerzijde. Wordt maar erg weinig gezocht. Seuntjens en Flamingo. Bosdoğan. Maar eens van afstand proberen. De glijpartij bij Druijf. Seuntjens, El Karouani. Weer eens mee naar voren, maar het gaat door het midden. Flamingo. Azarkan neergelegd. Voordeel is er voor Kleiber en Utrecht. Maar Gerrits besluit toch op het vlagsignaal van zijn assistent af te gaan. En er werd daar iets kleins op het veld gegooid. Wat levert dat dan op? We zien dat links in beeld liggen. Het object. Om vreugdebier, afgelopen vrijdag werd er een wedstrijd in de keukenkampioen-divisie stilgelegd. In principe is dat ook hier de bedoeling. De assistentscheidsrechter kreeg het in zijn richting. Het spel gaat door. Labiat met de mislukte poging. Een valpartij in de 16. Gerrits wil er niets mee, doet er niets mee. Flamingo, er is wel wat contact. Hij lijkt ook zelf even uit balans te zijn. Wat de VAR vooral wil laten zien is het feit dat Flamingo aan die arm van buurmeester hangt. En dat daardoor de val wordt ingezet. En Bos heeft Gerrits overtuigd. En dus gaat de bal op de stip. Ferdi Druijf. Net zo onberispelijk als in Enschede. Toen was het een gelijkmaker. Nu levert het PEC Zwolle de voorsprong op. Het vijfde tegendoelpunt dit seizoen voor FC Utrecht. En ze staan zelfs nog steeds op die zo verschrikkelijke nul. En nu virtueel ook op de ranglijst nog steeds op die verschrikkelijke nul punten. Flamingo door op El Karouani. Romani. Zo vaak de held van Emmen geweest in een moeilijk seizoen. Waarin het toch nog misging. El Karouani. Kleiber. Gaat zelf schieten. En hard ook. Goeie streep van Sean Kleiber. Over de goal van Schendelaar. Die natuurlijk op deze manier, op vrij gemakkelijke wijze, op weg is naar zijn allereerste clean sheet in de Eredivisie. In zijn derde wedstrijd.
Descott. Frawlo. El Karouani. Frawlo. Wild. En nu is het zeker. 3 punten voor PEC Zwolle dankzij de penalty van Ferdi Druif. FC Utrecht na 3 speelrondes, 0 punten, 0 doelpunten. Dat overkwam de Domstad nog nooit.